Er komt een feest aan. Voor mij? Mr. Kees, doe niet zo onzinnig. Zo, bent u aan het verbouwen, mevrouw de Reus? Ik ben een verrassing aan het organiseren. Voor het 50-jarig bestaan van de school. Mevrouw Dreus? Hoi, Kees! Marie-Louise. Ik heb ook een cadeautje voor je. Het is een ballonvaart. We gaan samen in een ballon. Dit heb ik van Marie-Louise gekregen voor mijn verjaardag. Ik durf niet eens een ladder op. Ja, Kees, nog een heel klein stukje. Mama kan echt niet verder. Als je ergens bang voor bent, dan moet je dat met kleine stapjes oefenen. Een datum voor de ballonvaart. Ik heb er zo'n zin in. Kun je volgende week woensdag? Gert, nee, dan moet ik mijn moeder helpen in de tuin. Zaterdag dan. Kapper. De woensdag erop. Oeps, ook niet. Afspraakje en dansen. Dat lijkt me wel wat, hoor. Ja, kom mooi met Asna. Vraag haar gewoon. Hey Jackie. Zou je met mij naar het feest willen? Ja, leuk. Nu jij. Ik heb een open raam gevonden. Echt? Daar. Als we daar doorheen kruipen, kunnen we kijken wat ze aan het doen is. Wanneer ga je eigenlijk met de luchtballon? Ik durf het gewoon niet. Ik durf niet eens te zeggen dat ik het niet durf. Ik heb dat ook. Met Hasna. Ik durf haar niet te vragen naar het feest. Weet je wat? Ik ga een datum prikken met Marie-Louise en dan ga jij Hasna vragen voor het feest.